Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In deze aflevering gaan wij praten met een ondernemer, jong, succesvol, maar van inheems afkomst. Sven, hoe gaat het? Welkom in de studio. Yes, thank you, mevrouw Aranza. Nou, Sven Swedo, meer bekend als Pepre Watra Bassi. Ik denk als ik dat zou zeggen, zou men gelijk weten over wie ik het heb. Helemaal, helemaal. Voordat we beginnen over ondernemerschap, wie is Sven Swedo precies? Oké, ik ben Sven Swedo, 36 jaar jong. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij de Centrale Bank. Ik heb een gezin. Een vrouw en drie dochters. Drie dochters. En genaamd weer bekend als Pepre Watra Bassi. Oké, geweldig. Ja, maar ze hebt het knap moeilijk, want je hebt vier vrouwen in huis. Oké. Sven, we kennen je als Pepre Watra Bassi. Waar is deze onderneming voor jou gestart? Zo, laat me zo beginnen. Pepre Watra Bassi eigenlijk is ontstaan na heel wat ervaring dus die ik heb gehad in het leven. Mm-hmm. Kort gezegd. Verwerken van bepaalde processen ging heel moeilijk. Maar uiteindelijk moest ik iets in het leven zoeken om eigenlijk tot rust te komen. Uh-huh. Ik heb een neef, hij heet Marciano Swedo. Hij was al erin, elke inheemse organisatie of ingedi verkocht hij Pepre Watra. Toen zei hij me van, hey Sven, blijf niet te treuren, dit prakserie. Doe iets, kook je, kan lekker koken, uh-huh. Probeer iets. En binnen een maand, heel snel, hebben we iets geregeld. Hey, we gaan meedoen met ingedi. En tot mijn verbazing, ik heb hem gevraagd, kan ik met één emmer beginnen? Hij zegt, één emmer, ga je spelen in Palmetuin. Toen heb ik hem gezegd, weet je wat, we gaan het proberen met drie. Drie emmers, volgens Ingi D waren ze uitverkocht. Dat was onze eerste ervaring. Mm-hmm. En daar is hij begonnen, maar ik ben gaan zitten nadenken van, wacht even. Alleen op inheemse dag is er Pepre Watra beschikbaar. Toen heb ik gezegd, weet je wat we gaan doen? We gaan een pilot proberen om het op de zondag te proberen. Want mensen kwamen, heb je nog Pepre Watra? Heb je nog Pepre Watra? Ik zei, nee, volgende week zondag heb ik weer. Oh, je hebt dan gelijk die promotie gemaakt. Ah, het is gelijk. Okay. Gelijk ben ik zo begonnen. En daar is hij eigenlijk begonnen. En het werd eerder op de zondag. Daarna werd de aanvraag groter. Werd het zaterdag en zondag. Werd de aanvraag nog groter. Werd het dan vrijdag, zaterdag, zondag. Oké, okay, en dat zijn ook nu je verkoopdagen? Dat zijn ook mijn verkoopdagen. Oké, dus in principe, als ik het zo mag zeggen, moet je Marciaan ook een beetje dankbaar zijn. Want zeer hij heeft het ingestopt, zeker. Zeg maar. Daarom is hij een van mijn rechters, sterke rechterhand en die in mijn team staat. Oké, okay. En het is niet zo, ja, in inheemse cultuur zijn meer de vrouwen die Pepre Watra maken, die achter de pot staan. Klopt. Heeft jou geleerd om die Pepre Watra te maken? Wel, ik moet eigenlijk mijn oma dankbaar zijn. Dat is oma Charlotte Wijswedo. Mijn moeder had het altijd druk met werk. Dan moest ze in de ochtenduren werken. Dus ik was constant 24 uur met mijn oma. Zij bezig daar met kassave raspen, Pepre Watra klaarmaken. De hele week eten we Pepre Watra. Dus ze houdt me op om in een anu draaien, Pepre Watra draaien. Dus uiteindelijk wist ik niet dat dat in mijn hele systeem kwam. Dus ik wist niet dat er steeds Pepre Watra in mijn systeem was. En uiteindelijk moet ik haar dank zeggen natuurlijk. Oké, okay. Mm-hmm. En met het evalueren, ja, de tijd is steeds aan het veranderen. En dan kijken we naar mensen die Pepre Watra op verschillende manieren maken. Maar als ik moet luisteren naar de feedback, dan maak jij nog steeds die authentieke Pepre Watra. Precies, precies. Wat is authentieke Pepre Watra volgens jou? Wat ik dus heb geleerd van mijn oma's, is namelijk authentieke Pepre Watra gebruik je alleen zo. Je gebruikt alleen zo. Mm-hmm. Maar door de ervaring die ik heb gelopen met Pepre Watra, ik ben nu al 3 jaar bezig met Pepre Watra. Je hebt verschillende Pepre Watra soorten. En met de oog kan je niet weten of het een zure Pepre Watra is of het een zoete Pepre Watra. Dus uiteindelijk, als je bijvoorbeeld een zure Pepre Watra hebt, moet je een beetje witte suiker. Dat praat ik niet over kilo, maar ik praat, je gaat een beetje moeten zetten om hem op balans te brengen. Mm-hmm. Dus het enige wat je gebruikt bij Pepre Watra is zout en waar nodig een tintje witte suiker. Maar er is geen sprake van lontai, uien, konnevloog. Nee, dat wordt het een bravo soep. Maar authentieke Pepre Watra is letterlijk gewoon zout laten uitkoken en waar nodig een tintje witte suiker. Oké, geweldig. Nou, we hebben het gehad over jouw onderneming. Je hebt aangegeven waar het begonnen is voor jou. Dus je hebt eigenlijk een droevig moment geprobeerd te maken tot
een moment waarvan je nu kan zeggen van je kijkt er trots naar. Klopt. Oké. Okay. Je bent zelfs van inheems afkomst. Als jonge ondernemer, je bent in een markt gestapt waar, je zegt het zelf, je moest een pilot draaien, want je hebt niet echt veel mensen die peperwater verkopen. Inderdaad, ja. Hoe uitdagend is dat voor jou geweest? Heel erg zwaar. Peperwater is eigenlijk, ik ben eigenlijk afhankelijk. Mm-hmm. En dat is zeer belangrijk. Ik heb volgens mij in elk dorp al peperwater gekocht. Dus je bent afhankelijk. Dus als het zo was dat eigenlijk ik het proces zelf kon afhandelen vanaf het begin, maar dat kan niet, je bent afhankelijk. Je werkt vandaag met de ene, dan werk je met de ander. Mm-hmm. Dus uiteindelijk maak je heel wat uitdagingen mee. De ene begreep het, de ander begreep het niet. Weet je, je bent een jongeman, een man zaak, dat je ondersteuning krijgt van, hey, ga ervoor. Nee. Mm-hmm. Ik heb tot de dag, tot vandaag heb ik bij mijn beide benen, met alle uitdagingen. Ik kan het niet in woorden zeggen, mm-hmm. maar het is niet een makkelijke case geweest, maar het gaat nu de betere kant op. Ja. Oké. En als ondernemer heb je sowieso te maken met verschillende uitdagingen. Toch? Je hebt aangegeven, je bent bijvoorbeeld ook afhankelijk. Maar financiële uitdaging, dat is meestal een van de zwaarste klappen. Sowieso. Heb jij daarmee te maken gehad en hoe ben jij daarmee omgegaan? Kijk, in het begin ging het heel smooth. Ik ben met een nieuwe brand gekomen. Ik stond er niet bewust van hey, dat dit echt viraal zou gaan. Mm-hmm. Ik dacht, ik probeer maar wat hoor. Maar net als iemand die bijvoorbeeld een barber, je begint. Je gaat leren, hé, daar, je lijn is ongelijk. Mm-hmm. Elke dag bezig mee. En uiteindelijk, zelf, maakt niet uit wat voor peperwater jij mij geeft. Ik kan hem helemaal fixen. Maar, net wat je zegt, elk ondernemer heeft uitdagingen. Meestal zijn de uitdagingen qua financieel gedeelte. Mm-hmm. Het begin was makkelijk, het ging soepel. Maar daarna kwamen die klappen, financiële klappen. En het is zwaar als iemand zaak om het te zeggen. Ik ben nooit sponsors gaan zoeken en weet je, mensen gaan benaderen van kan je me ondersteunen, kunnen we een deal of kunnen we een contract tekenen. Dat heb ik nog niet gedaan. Weet je, maar die uitdagingen zijn zwaar. Oké, en hoe ga je ermee om dan wanneer je zo in een dip zit? Hoe probeer jij terug te komen daarvan? Het is stressend. Vooral wanneer je bijvoorbeeld je gezin tekort doet, jezelf tekort doet, omdat je hele energie, je hele ziel plaats je in die peperwater in je business en dan krijg je een moment waar alles gewoon letterlijk, normaliter zou je 80% moeten halen en je haalt niet eens 5%. Dat betekent dat het een hele zware klap is. Ja. Maar desondanks heb ik dus nooit, als je dus naar mij zou kijken, zou je nooit denken dat deze man een zware klap heeft gehad. Ja. Ik probeer altijd een vrolijk gezicht te tonen en omdat ik het product met heel veel liefde naar buiten breng. Ja, je zegt het product met heel veel liefde naar buiten brengen. Dit is ook een deel van cultuuroverdracht eigenlijk. Klap. En hoe belangrijk vind jij om als jonge inheemse man te zeggen van hey, ik deel een deel van mijn cultuur met Suriname? Want Suriname houdt uiteindelijk echt wel van je peperwater. Zeer zeker. Dus hoe belangrijk vind jij cultuuroverdracht? Kijk, om eerst zo te beginnen. Als inheemse jonge man, als ik terug moet kijken, ben ik zal niet zeggen heel erg trots, maar ik ben trots op mezelf. Omdat, om het even grof te zeggen, als een India met iets begint, dan mij twijfel altijd. Mm-hmm. Van nee, je begint vandaag en morgen stop je. Maar waar ik overal ben geweest, heb ik altijd geprobeerd. Meestal wanneer je ergens gaat, met alle respect aan alle inheemse natuurlijk. Je ziet daar in de hoek, zie je Indianen, daar staat iedereen geen forcering. Mm-hmm. Maar ik heb altijd iets. Mijn moeder heeft me altijd zodanig getraind van, kijk, wanneer je iets doet, ga ervoor. Maakt niet uit wat voor financiële uitdaging. Je moet gewoon ervoor gaan. Je moet goed eruit zien. Mm-hmm. En dat heb ik altijd geprobeerd te promoten. En qua cultuur, mijn team bestaat tot nu toe uit mijn broertjes. Marciano natuurlijk, die mijn rechterhand is. Yeah. En wie erbij komt, is nu mijn dochter van 12 jaar. De dochter van de haren? Oké, en hoe probeer je haar mee te nemen? Zij proeft voor mij. Sinds ik bezig ben met peperwater, ik kook met gevoel. Ik weeg niets, ik kook letterlijk en figuurlijk met gevoel. Maar bij Jesma Temita kan die nou een jeje ebori. Dat ook, hè? Dat weet ik eerlijk niet. Maar ik kook met gevoel en mijn dochter proeft voor mij. Van, mami, als zij zegt ja papa, dan is het shoot. Dan gaan we echt gewoon verkopen. En wat ik laatst heb gedaan, in het weekend,
Ik heb er gezegd, papa is moe. Ik heb anjumara daar, ik heb peperwatara daar. Kijk wat je doet, je laat hem uitkoken. Ik ga je een beetje helpen met de smaak. Je laat hem uitkoken, 3 kwartier. Mm-hmm. Daarna een kwartier vis erin laten uitkoken. En ik heb het niet geproefd. Dus wanneer ze heeft geproefd, proef ik daarna ook om te kijken van, hé, Arshi, daar heb ik het verkocht. Al die mensen hebben me gebeld. Peperwatarabassi. Dus ik heb dan gezien van, hé, die overdracht is er ergens aan. Ja, is er al. De overdracht is er al. Het is pas 12. Nee, het is pas 12. Nice, oké. Okay. Mm. Dus eigenlijk heeft zij het gekookt, om het zo te zeggen. Ja, dus het product van vrijdag heeft zij gekookt. Zijn, 12 jaar. Geweldig, geweldig. En je hebt een mooi ding aangehaald, meestal wanneer inheemse beginnen, ze een beetje twijfel. Ja, ja. Hoe vind jij, of ja, als je kijkt naar ondernemerschap onder de inheemse, wat zijn enkele verbeterpunten? Vind je dat we trots mogen zijn, of zeg je van, hey, we zijn nog lang niet waar we moeten zijn? Eén, je bent geboren, men leert je altijd van inheemse zijn de eerste bewoners van het land, mm-hmm, en wereldwijd. Snap je toch? En ik probeer daar altijd te pakken van, kijk, wanneer ik iets doe, moet ik altijd de beste zijn. Mm-hmm. En als Indianen mogen we niet twijfelen, we hebben een te mooie cultuur. Daar praat ik over, niet alleen over peperwater, daar praat ik over klederdrachten, noem maar op. En alles wat een Indiaan heeft gemaakt, is apart en authentiek. Ja. Maar wij moeten gewoon bewust gaan staan en bewust zijn van, hey, nogo shen shen tak, hey, de molukumi, weet je toch? Ja. Maar wij Indianen zijn een beetje teruggetrokken, maar dat moeten we even aan de kant zetten en gewoon doen wat je moet doen. Want die stappen die ik heb genomen, durf die ik heb genomen, nooit van die machine. Tak niet, de moluku de ingeja. Ik had een grote uitdaging. Een paar heel elite mensen hadden mij uitgenodigd, waaronder Hindustanen. Mm-hmm. En hadden ze me ergens in een hoek gezet. En iedereen keek van, sa inge doe jij, jongen. Maar toen ik alles zo mooi heb versierd en ze zijn begonnen met proeven, was ik top minder. Ik was gewoon top tussen hun. Yeah. Van, hey, maar waar ben je gevestigd? Wat doe je? En al. Dus als Indiaan moeten we gewoon trots zijn op onszelf. En onze beste beetje boven voortzetten. Ja, jij bent nu een van de ondernemers waarnaar we kunnen opkijken in ons inheems cultuur. Zeg je dat je andere jongeren ook wilt stimuleren? Heb je misschien alleen mind om misschien een workshop te doen, om ze te helpen komen waar jij bent? Kijk, ik heb heel wat ideeën, heel wat missies die ik wil voltooien. Mm-hmm. Maar alles wat je doet, heb je natuurlijk kapitaal nodig. Mm-hmm. Dus ik ben nog niet waar ik moet zijn, maar dit alles zit eigenlijk in mijn programma. Okay. Om dit alles te realiseren wanneer de tijd reep is. Maar sowieso wil ik eigenlijk, om eerlijk te zijn, nu bijvoorbeeld, als ik even mag focussen op het product, mm-hmm, Indianen planten niet meer. Er zijn heel weinige inheemse vrouwen, mannen die planten. Het is weinig. De mensen die planten zijn Bosland Creole planten. Mm-hmm. Hun planten cassave, dan gaan de Indianen het daar kopen en dan verder verwerken. Ja. Dus het proces is niet meer dat je koopt bij iemand en die persoon zit te raspen. Dus dat wil ik eigenlijk terug gaan brengen. Van, hey, bewustzijn van, hey, cassave is een heel belangrijk product. Mm-hmm. En natuurlijk om het natuurlijk wereldwijd te gaan pushen. Dat in elk dorp je zegt van, hey, er is een afzet. Mm-hmm. Ja, snap je? Ja. Dus dat is eigenlijk waar ik eigenlijk, nou, met de wil van met mijn almachten natuurlijk, wil gaan om dit alles te realiseren. Oké. Okay. En met je eigen business, wat mogen we de komende periode verwachten van Peperwatarabassi? Krijgen we meer verkoopdagen? Ja. Er is eigenlijk een verrassing. Mm-hmm. Maar net wat ik zeg, wanneer ik iets doe, probeer ik het altijd goed te doen. Als ik zeg, ik heb Peperwatara, moet ik een hele jaar Peperwatara hebben. Ja. En we zijn namelijk bezig met een Peperwatarabassi restaurant. Het is nog, nice. Het is nog aan het uploaden, mm-hmm, het moest, maar het is niet meer ver. Als alles goed zit, moeten we voor eind van het jaar hebben we een Peperwatarabassi restaurant waar je bijvoorbeeld inheemse eten, inheemse snacks, inheemse kleren, alles en noem maar op. Wat ik ook mee moet geven is, Peperwatara heb ik op het laatst ontdekt dat ik goed ben in Peperwatara. Maar naast Peperwatara heeft Peperwatarabassi ook andere specialiteiten. Alles, ja, alles wat ik met mijn hand heb aangeraakt is groot, zeg men. Dus we gaan dat een beetje variëren. Maar de bedoeling is dat er na 1 of 2 of 3 maanden dat er Peperwatara elke dag beschikbaar is.
geweldig. Ja. En ik denk dat het een heel mooie addition gaat zijn op eigenlijk de food market in Suriname. Net als we je een roti kan halen of een bami, kunnen we binnenkort ook een peperwater halen. Yes, klopt. Dus om heel erg trots op te zijn. Ik kijk er in ieder geval naar uit. En als je jonge mensen hebt die naar je opkijken en zeg maar een hele wijze les die je met ze kan delen, om ze die push te geven, wat zou dat zijn? Dan mag je in de camera sluiten. Voordat ik afsluit, wil ik nog iets zeggen. Mijn team bestaat uit 20 inheemse jongens. 20, waaronder tot nu toe alleen familie. Ik heb zodanig neven die eigenlijk niet meer naar school gaan, die gewoon iets anders doen, heb ik bij betrokken van, weet je wat, kom iets doen. Kom kijken hoe het is, nog niet gewoon thuis zitten en er zitten niks. Dus ik ben er ergens gestart. Snap je? Dat gaat niet zo alleen zijn bij de familie. Maar ik ben ergens gestart om eigenlijk de jongens, wanneer ik al daar ben waar ik moet zijn, dat ik die jongens bijvoorbeeld die zeggen van, hey, mijn oma was koren morgen. Kijk, weet je wat, begin krim visie, begin doe dat, weet je wat, kom, ga je leren koken. En want die uiteindelijk ga je, ik wist niet dat dit mijn talent was, of mijn gave. Ja. Maar door mijn neef ben ik gaan ontdekken van, pa, hey, het is iets waarvan ik hou. En het is uiteindelijk wat geworden. Dus kort als boodschap kan ik zeggen, daar heb ik het niet alleen over de inheemse jongeren. Ik praat over alle jongeren. Eén is, je mag nooit in het leven opgeven. Ik ben daar geweest waar ik bijna wilde opgeven, maar waar het soms lijkt alsof er geen uitweg is, heeft God een andere plan voor je in je leven. Geef nooit op. Ontdek je talent, ontdek je gaven en ga ervoor. En zet altijd je beste beentje voor. We hebben gesproken met Sven Swedo, oftewel Pepre Watrabassi. En ik heb natuurlijk gehoord wat er allemaal op komst is. Dit was het voor het eerste deel, maar gaat u nog niet weg, want we hebben een tweede deel voor u. Goedendag kijkers, welkom bij het tweede deel van deze aflevering van In Gesprek Met. De maand september is sinds vorig jaar uitgeroepen tot de toerismemaand in Suriname. In dat kader worden er diverse activiteiten ontplooid om de bewustwording over toerisme op gang te helpen brengen. Eerder hebben we gesproken met Rabin Buddha, hij is de directeur van toerisme. En vandaag praten we met de voorzitter van de United Tour Guides of Suriname, meneer Errol Geesius, die ons meer gaat vertellen over de dreigingen, de situatie in de toerismesector. Meneer Geesius, bedankt voor uw tijd. Hoe gaat het met u? Het gaat prima, dank u wel. Als we kijken naar de toerisme sector hier in Suriname, anno 2024, hoe zou u de situatie schetsen over dus deze sector? Oké, dat is een hele ruime vraag hoor. Ja. We beginnen bij het transport hier naartoe. Dat is nog steeds even een groot bottleneck. Als we kijken naar het luchttransport naar Suriname toe, hebben we nog niet een echte soort open sky. De tickets zijn nog steeds sky high, net als de vliegtuigen. Dat is een van de zaken. En dan hebben we het over gewoon normaal transport, over weg en over water. Ja. Dat is op zich prima. Er zijn hele goede busbedrijven, hele goede autobedrijven, autohuurbedrijven die toeristen rondbrengen. Ook de boten die zijn prima in orde. Dan kijken we naar voedsel. Voordat u naar voedsel gaat, wil ik even inschuiven. Ja. Eerder heb ik gesproken met een reiziger in Slowakije en hij vond de transportsector hier in Suriname heel slecht. Hij heeft onder andere aangehaald dat het openbaar vervoer slecht is, want hij woonde ergens in Wanica en daar was er geen openbaar vervoer. Dus hij moest elke dag lopen of een lift vragen naar de stad. En hij haalde ook aan dus dat voor de echte toerist het een beetje moeilijk bewegen is. Dan moet je bijvoorbeeld een taxi pakken, maar je zou dus niet rondkomen met openbaar vervoer. Hoe kijk je daar tegenaan? Openbaar vervoer is een heel andere, is een hoofdstuk apart om het zo te zeggen. Punt 1, de busroutes zijn dezelfde gebleven. Als de afgelopen
50 jaar zou ik bijna zeggen, terwijl er nieuwe wijken zijn bijgekomen. Dus dan al zie je dat er iets schort aan dat dus de busroutes moeten worden aangepast aan de wijken die zijn bijgekomen. Als we kijken naar overheidstransport, hè, de Nationaal Vervoersbedrijf, die rijden ook, laten we zeggen, op de zondag sporadisch. Ja. Als we kijken, zeg maar, noem een oord in Para bijvoorbeeld, dat in de vakantie de oorden heel druk worden. En dan zou je dus een inspeling van die busbedrijven moeten hebben, dat er een speciaal transport daar naartoe gaat. En als we kijken dus naar de bussen die Paramaribo moeten ontsluiten, dat is niet zo geweldig. Ik heb het dus eigenlijk meer over toeristentransport. Dus de bussen die specifiek, dus de bussen, de auto's en de boten die specifiek voor toeristentransport worden ingezet, dat is wel prima in orde. Maar inderdaad, openbaar vervoer, dat is een hoofdstuk apart. Daar is er veel werk aan te doen. Ja. Ja, en dan zou je ons vertellen over wat u vindt van onze voedsel. Yes, dus wat betreft voedsel, dat is wel bekend dat de meeste mensen die voedsel bereiden daar een vergunning voor moeten hebben, of dat ze een verklaring tenminste moeten hebben, en dat wordt toch wel goed gecontroleerd. Mm. De restaurants, er zijn diverse restaurants. De diversiteit is groot. Maar alleen dus heb je soms dat er maar één van een bepaalde zeg maar groep is. Mm-hmm. Of ze zijn ver. Maar in ieder geval, het aanbod is er wel geconcentreerd in Paramaribo, voornamelijk. Maar in de districten is dat nog niet het geval. In de districten vind je veelal een warung. Mm-hmm. Of één of twee warungs. En dat is het dus. Dat stukje moet dan uitgebreid worden. Als we kijken naar accommodatie. Ik weet vanuit een andere hoedanigheid, tenminste niet vanuit een andere moment, dat we bezig zijn met de standaarden voor lodges voor het binnenland. Yeah. Dus accommodatie valt ook wel mee, ook al, maar wanneer wij dus zeg maar iets als een carifesta zouden organiseren, dan weet ik dat alles vol zou zijn. Wat eigenlijk ook wat wij niet zien voor wat betreft accommodatie zijn de appartementen. Mm-hmm. Die worden veelal in het buitenland geadverteerd. En mensen die zeg maar hier naartoe willen komen, die een normaal huis willen intrekken of willen huren, die vinden wel een appartement of een huisje ergens rondom Paramaribo, Randstad of in Wanica of in Komowene. Dus er is op zich wel wat accommodatie. Pensions, hotels, vanaf base, zeg maar, vanaf minder luxe tot heel erg luxe. Maar zijn sowieso andere dingen die een rol spelen, zoals infrastructuur en het milieu. Dat maakt dat onze toerisme sector nog steeds nog niet, laten we zeggen, er is veel werk te doen in onze toerisme sector. Oké, ik heb een heleboel vragen, maar laat me deze eerst stellen. We bevinden ons nu in de toerismemaand en vanuit het ministerie is het dat we bewustwording moeten creëren over de potentie van de toerisme sector. Ja. Bent u van mening dat deze maand helpt om daar te komen en dat elke belanghebbende dus zijn rol kent en gaat innemen? Nee, nog niet. Die maand gaat helpen. Moet je voorstellen, we zijn gegaan van toerisme dag naar toerisme maand. Mm-hmm. En dat is op zich al een mooie stap vooruit, toch? Hoewel we nog niet die maand hebben gevuld met allerlei activiteiten. Dus de activiteiten concentreren zich twee of drie dagen voor en na die toerisme dag. Overigens is het thema wereldwijd toerisme en vrede. Mm-hmm. Toerisme en peace. Dat is vanwege dus alle zaken die er gebeuren in de wereld, alle spanningen die er gebeuren in de wereld. Wil dus het WTO, de World Tourism Organization, vrede in ieder geval gaan promoten. De bewustwording die komt langzaam op gang.
Omdat het meestal vanuit enkele kanalen maar die bewustwording wordt gestimuleerd. Vanuit het ministerie van TCT, toerisme. Maar het zou dus vanuit andere NGO's en andere, en bijvoorbeeld de scholen, andere ministeries die raakvlak hebben met toerisme, daar zou ook iets over gezegd kunnen worden wat betreft de bewustwording. Laten we zeggen het ministerie van Onderwijs, directoraat Cultuur, mm-hmm. Daar hebben we laatst gehad de Fosting Kukru, ja. Dat is op zich al een goede manier om de bewustwording in te brengen. Omdat als het om één ding gaat in Suriname, dan is het eten. Want we hebben erg lekker eten, dus ja. Dat is ook al een goede promo. Het moet ook, gaan naar die, zeg maar, de informatie moet ook de achtergrond van alle culinaire zaken die we hebben hier, zo, daar moet je ook naartoe gaan. Van hoe komt het dat die roti er zo uitziet? Ja. Of wat is Moxalisi? Waar komt het vandaan? He, dus die achtergrond, dat moet ook verteld worden. Ja, het zijn soms hele spannende verhalen waar die gerechten vandaan komen. Okay. Eerder heeft u aangehaald dat een zaken zoals milieu en infrastructuur ja. maken dat dus we niet de volle potentie kunnen bereiken. Dus dat is een van de, wat u zou noemen, uitdagingen. Zijn er andere uitdagingen voor de toerisme sector? Ja, zeker weten. Er zijn heel veel uitdagingen eigenlijk hoor. De potentie die wij hebben is naar mijn gevoel 100ste wat we nu doen. Laat me even kort ingaan op het milieu. Als we kijken naar, we hebben dus laatst een samenwerking met de Chata en Stichting Toerismeontwikkeling boven Suriname. Mm-hmm. Hebben wij gesprekken met overheidsinstanties gevoerd voor een schoner Atjoni. Want daar is een van de drukste doorvoerplekken van mensen. En niet altijd ziet het er zo vrij uit, omdat er heel veel mensen passeren. Er wordt vuil hier en daar achtergelaten. Maar dus deze zaken zouden structureel aangepakt kunnen worden, omdat mensen daar aanstoot aan nemen om daar niet meer te gaan. Ja. Oké. Nou, als we dus die energie daarin niet hoefden te stoppen, omdat het al goed geregeld was, dan kunnen wij die energie stoppen in de ontwikkeling van toerismeproducten, van activiteiten. Ja. Maar nu moet je dus aandacht besteden aan dat soort zaken, waardoor je eigenlijk wordt opgehouden, om het zo te zeggen. Ten aanzien van infrastructuur is het inderdaad zo dat, en wanneer we het hebben over infrastructuur, bedoelen wij dus niet alleen wegen, maar bruggen, stijgers, ja. Dat soort zaken. En rivierpaden, rivieroevers. En dan zien we dat we eigenlijk nog wat werk hebben. Als ik kijk naar wanneer wij met gasten de stad binnenkomen, de Watermolenstraat is erg hobbelig. Ik zeg altijd aan de gasten van, dat is om alvast je laatste resten voedsel te verteren, zodat je lekker Surinaams eten kan gaan nuttigen. Maar er zijn dus nog meer zaken. En dat heeft te maken met onze approach, mm-hmm. Naar de gasten toe. Zaken als klantgerichtheid, klantvriendelijkheid. We zijn een warm volk. Mensen voelen ons voelen aan dat we heel vriendelijk zijn vergeleken met Frans-Guyana en Guyana. Alleen, we zijn dus nog niet zo klantvriendelijk en klantgericht. Dat is een van de zaken waaraan er gewerkt moet worden. Ook het decentraliseren van bepaalde zaken zoals restaurants. Dat je in elk district een groot deel van onze keuken zou moeten kunnen vinden. Zaken als, waar kan ik nog meer zo gauw over praten? Ik kom er misschien straks nog weer op terug. Ja. Maar een van de dreigingen is ook klimaatverandering, mm-hmm. die constant dus een invloed heeft op de toerisme sector in Suriname. Als u dus het zou moeten beschrijven, hoe heeft klimaatverandering dus een impact op de toerisme sector?
Zo op het eerste gezicht lijkt het niet echt impact te hebben, hoor. Terwijl wij, als we dus theologen des aan die fini-fini, dan zien we dat het toch wel invloed heeft. Een van de zaken die direct zichtbaar is, zijn de grote regenbuien en de lange droogtes. Nou, hoe heeft dat effect op het toerisme? Het feit is dat de mensen, de bezoekers, als we even boven Suriname als voorbeeld nemen, dat de bezoekers tot de eerste twee resorten kunnen gaan. Dicht bij Atjoni, dat is op een half uur en misschien drie kwartier varen. De resorten helemaal bovenstrooms op, laten we zeggen, een uur of twee uur of drie uur varen, verwijderd. Die kregen nauwelijks bezoekers. Omdat de waterstand is heel erg laag. Het kost heel veel tijd om naar de verre gebieden toe te varen. Waardoor zij dus geen gasten krijgen. Punt 1, het is soms vermoeiend om zo lang op stap te zijn. En punt 2, soms kun je gewoon niet door. Je moet lange afstanden lopen om dan weer in een andere boot te stappen. Ja. Nou, en het feit is dat die mensen die daarvan leven geen werk hebben, maakt dat zij dus dat het milieu onder druk komt te staan. Want ze kunnen besluiten om van de een op de andere dag een goudwinning te doen. Dus daar moeten we sowieso op letten dat de mensen die aan toerisme doen, dat ze dus door die milieuomstandigheden of weersomstandigheden niet te overgaan om andere zaken te doen die nog schadelijker kunnen zijn aan het milieu. Ja. En als ik dat van grote regenval, is het ook zo dat er minder bezoekers naar de plekken toe gaan. Als ik neem een gebied als Bigipang, dat was vorig jaar heel erg droog. Zodanig dat je gewoon op de bedding van die pan kon lopen. En de mensen hadden dus geen inkomsten. Toen zijn de tours uitgeweken naar Marataka en naar Nikeri Rivier. Maar na die droogte kwam er heel veel regen. Dus dan was het water in Bigipang ontzettend hoog. Met het gevolg dat je nauwelijks vis had en nauwelijks vogels om dan te spotten. Dus als je dat effect van bekijkt en het effect van dat effect, dan zie je dat het wel degelijk wel invloed heeft op dat klimaatsverandering of extreme klimaatsomstandigheden effecten hebben op toerisme. Kijken of ik nog een ander voorbeeld kan aanhalen. Ten aanzien van dat zijn de twee grote voorbeelden die ik wilde aanhalen. Ja, natuurlijk bestaat er een samenwerking met alle belanghebbenden in de toerisme sector, samen met de overheid. Welke maatregelen denkt u dat genomen kunnen worden om de toeristische sector in Suriname klimaatbestendiger te maken? Oh, dat is een hele hap in principe. Dus in feite zou er hiervoor een soort korte workshop gehouden kunnen worden. Toevallig was ik bij een workshop gisteren. Dat ging over klimaatsverandering en inheemse en tribale volkeren. Mm-hmm. De maatregelen die binnen de toerisme sector genomen zou kunnen worden, is dat de mensen, vooral als het gaat om weerbaarheid, dat de mensen weerbaar wordt gemaakt tegen deze extreme omstandigheden. Nou, je kan er eigenlijk persoonlijk niets aan doen. Maar je kan je wel beter voorbereiden. Als het gaat om bijvoorbeeld droogtes, dan zouden de resorten, of tenminste de dorpen, ook waterreservoirs kunnen bouwen. Of tenminste durotank voor de droge periode. En dat water hou je dan vast, je gebruikt het dan niet, om het dan te reserveren voor de droge periode. Het is ook goed om te kijken naar planten die extreme droogte kunnen weerstaan. Voornamelijk dingen als ananas. Maar ook om te denken aan groenten. Bepaalde groentesoorten die droogtes kunnen weerstaan. Nu heb ik niet een voorbeeld in mijn hoofd, hoor. Maar als je dus in samenwerking met het ministerie van Landbouw en agrarische productie bijvoorbeeld, de universiteit, dat zou gekeken kunnen worden naar planten die droogte kunnen weerstaan met minimale irrigatie. En bijvoorbeeld in de grote regentijd kun je gaan naar ook planten die tegen veel water kunnen. Nu zijn er
andere maatregelen die je kunt nemen om, om zeg maar de gebieden die zonder toeristen zouden komen te zitten? Eén maatregel is dat je dus samenwerkt met de vliegmaatschappijen. Mm-hmm. Er zijn in het boven Suriname gebied 4 vliegvelden die van waaruit zeg maar die, die als toerisme hub zouden kunnen dienen. Eén is Ladouani, de andere is Botopassi, Jumu en Kayana. Nou, stel je voor dat er een maatregel komt dat er vanuit de overheid, de luchtvaartmaatschappij en de toerisme sector wordt samengewerkt om back-to-back trips te organiseren. Dat je toch nog kunt gaan naar de verschillende gebieden ver af van Acholi, maar dan met het vliegtuig. Zodat de gebieden die ver af liggen ook toeristen blijven yes. krijgen. En het moet wel back-to-back zijn. En dat, daarbij heb je dus nodig dat de tour-operators samenwerken. Of dat de mensen die die tours uitvoeren samenwerken. Zodat het dan niet te duur wordt, voor dat het tarief voor de tour niet te duur wordt. En ik heb dus die 4 gebieden gekozen. Omdat in een straal van 50 kilometer stroom op en afwaarts van die gebieden heb je dus een aantal toeristenorden. Ja. Dus die tour-operators kunnen dan naar hun bestemming gaan, welke bestemming het dan ook is. Maar dan hebben ze dus wel back-to-back gevlogen naar hun bestemming toe. En dan kunnen we ervoor zorgen dat al die orden in het boven Suriname gebied blijven eten, om het zo te zeggen. Ja, inderdaad. Ja. En heel vaak is er door verschillende experts binnen de toerisme sector aangehaald dat de toerisme sector eigenlijk de bron kan worden waarop de Surinaamse economie op kan varen. Ja. Denkt u dat we zover zijn of dat we in de komende 30 of 50 jaar zover zullen zijn? Oké. Laat me dat vooraf zeggen. Eén sector mag nooit de kurk zijn waarop Suriname drijft. We hebben dat gezien met de bauxietsector. Ja. We hebben dat gezien met de toerisme sector eigenlijk wereldwijd. Want als er één ding gebeurt, COVID bijvoorbeeld, ja. Dan zit iedereen thuis naar elkaar te kijken en te frustreren. Yes. Dus het zou een multi, hoe noem je dat, sectoraal iets moeten zijn. Waarop Suriname zou moeten drijven, een aantal kurken. 2 daarvan zijn sowieso landbouw en toerisme. Ja. Waardoor, en je kan dus agrotoerisme daaraan koppelen. Bosbouw, maar dan heb ik het dan over bosbijproducten. Ja. Dat heeft ook te maken met landbouw en met toerisme. Want al die olieën en zaden en harsen, haars is zeg maar wat er uit een boombast komt, mm-hmm. Kun je dus inzetten in de toerisme sector. Bijvoorbeeld als je een resort opzet voor koppels bijvoorbeeld en je wil allerlei lekkere geuren en kaarsjes branden. Nou, we hebben genoeg in ons bos om dat soort producten te maken. Of als je zeg maar je wil een resort opzetten, een spa met massage en scrub en allerlei van dat soort healthy en wellness activiteiten. Nou, we hebben genoeg in ons bos om daarin te voorzien. Dus al die massageolieën, die scrubs en maskers en zo, dat kan heel goed met middelen die we uit ons bos halen. Dus die 3 sectoren, die zouden al genoeg moeten zijn om op te drijven. En dan heb je dus nog andere sectoren die ook inkomsten genereren. Ja, en als we kijken naar de rol van de United Tour Guides of Suriname, welke rol speelt dus uw stichting in de ontwikkeling van de toeristische sector in Suriname? De rol van ogen en oren, want onze gidsen die gaan overal naartoe. Ja. We hebben dus dat geprobeerd tijdens de COVID-periode om voorlichting te brengen naar het binnenland, want de meeste gidsen kennen de gemeenschappen. Ja. En je hebt soms persoonlijke banden met mensen in Ikeri, Komowijnen, boven Suriname, Matawai-gebied of zo, waardoor je toegankelijker bent naar de mensen toe, voor de mensen. Als tweede hebben wij het altijd over vaak bescherming van gebieden, mm-hmm. bescherming van de natuur, bescherming van ook cultuur, want het niets is zo spannend als het
een dans die wordt opgevoerd die je kunt uitleggen waar het vandaan komt. Of een bepaald verhaal hè, over de geschiedenis van bepaalde mensen of bepaalde zeg maar van groepen in Suriname. De bijdrage die het United Tour Guides levert is om kennis te vergaren over ons eigen land. Want wij zien onszelf als de ambassadeurs van Suriname in Suriname zelf. En wij verkopen Suriname, dus niet op een, zeg maar op een positieve manier. En de informatie die wij over Suriname geven, laten mensen soms hun wenkbrauwen opheffen van, oh, is dat ook het onderdeel van Suriname? Oh, bestaat dit ook hier zo? Ja, precies. Dus we zijn een ontzettend rijk en mooi land. En de gidsen komen haast overal. Dus we zijn een soort van toegangspoort naar de beauties en de krachten en de, moet ik het nog meer zeggen, de schoonheid van Suriname. Ja. Wij vanuit het Tourist Information Center in Paramaribo, waar we dus, van waaruit we opereren, zijn dus daar om diensten aan te bieden. Wij geven informatie. Dus ook als zo iemand een boom zien, of een plant, of een vogel zien, van hé, ik heb zoiets gezien, wat is dat? Kunnen wij informatie geven? Ook wanneer wij naar het binnenland toe gaan, praten wij met de bewoners, of naar het kustgebied praten wij met de bewoners over het belang van toerisme, met de jongeren vooral. We organiseren vaker een culturele activiteit. Dat is veelal ook vanuit de tour operator die ons naar het gebied toestuurt, geïnitieerd. Maar wij coördineren de zaken daar, zodat de gasten van alle componenten kunnen genieten. En dan heb ik het over cultuur, natuur en culinair. Waarbij we dus zaken proberen te verbanden proberen te leggen. En connecties proberen te maken met de twee culturen waar de mensen vandaan komen. En dat lukt aardig. Er was een periode waar de gidsen niet zo populair waren. Mm-hmm. Maar nu heb je dus dat de imago van de gidsen best wel eens opgekrikt. En dat mensen luisteren naar wat we te vertellen hebben. En dat voelt wel goed, ja. Ik zou net zeggen, je moet heel veel in je brein hebben om een heel verhaaltje te kunnen bouwen voor toeristen. Ja, ja. En kijk, soms zeggen ze van gidsen verzinnen een heleboel. Er zullen wel gidsen zijn die verzinnen, vooral wanneer we verhaaltjes bedenken. Maar je moet je voorstellen dat als je een expert hebt als gast en je weet het niet, dan kan die jou voor schut zetten. Dus dat doen we niet. We lezen vooral heel veel. En daarom vinden we het ook belangrijk dat we aan informatie kunnen komen, digitale boeken of zowel paperback, die verzamelen wij dan zodat gidsen ook daarvan gebruik kunnen maken. Organiseren wij ook trainingen, gidsentrainingen. Ik ben een van de trainers, er zijn nog meer. En de bedoeling is dat jongeren, dat mensen die gids willen worden, goed beseffen welke rol zij straks zullen vervullen als tourguide. Omdat het een hele verantwoordelijke job is. Ik denk zelf een van de meest verantwoordelijke jobs, omdat je de mensen niet alleen veilig heen en terug moet brengen, maar ook dat ze zich gedurende de hele tour prettig en zich prettig voelen, thuis voelen en welkom voelen. Mm-hmm. Overal waar je met ze naartoe gaat. En dat is dat vergt dat je dus een people person moet zijn en dat je veel kennis moet hebben over je eigen land. Ja, inderdaad. Ja. Oké, de tijd dringt, meneer Geesius. Ik heb twee laatste vragen voor u. Wat zijn volgens u de grootste kansen voor de toeristische sector in Suriname in de toekomst? Als ik kijk lokaal, het is een groot land. De kansen zijn om verschillende type producten te ontwikkelen, historisch, avontuurlijk, natuur, toerisme. We hebben zoveel potentie dat ook al zouden er
500.000 mensen hier zijn in Suriname, bezoekers, zouden wij toch zoveel activiteiten kunnen organiseren dat je niemand meer ziet. Of dat je de mensen niet, dat ze niet, elkaar niet voor de voeten lopen. Ja. Dus productontwikkeling, dat is een kans die wij nog steeds niet goed benutten. Er is heel veel wat dat betreft. Naar buiten toe kunnen wij gebruik maken van de mensen, die gasten, de bezoekers die naar het Caribisch gebied gaan, om die naar Suriname te halen. Want er gaan behoorlijk veel mensen naar de eilanden toe, Barbados, Trinidad, Curaçao, Aruba. En om partnerschappen te creëren met die groepen, toerismegroepen, om ook hier naar Suriname te komen, Suriname te bezoeken. Een andere kans is om gebruik te maken van die stroom van Guyanese en Frans-Guyanese naar Suriname. Mm-hmm. Omdat wij merken dat de laatste maanden er heel veel Guyanese en Frans-Guyanese naar Suriname komen. Dat bevestigen de ambassades ook. Ik heb al 2 Guyanese groepen meegemaakt. Het zijn gezinnen die hun anniversary kwamen vieren, zoveel jaar getrouwd. Yeah. En die kwamen met het hele gezin. En dan vinden ze een spannende reis naar Suriname. Want Suriname is vergeleken met de 2 landen best wel easygoing. En dat vinden mensen leuk. Dus die stroom is er al. We zouden die stroom moeten stimuleren en vergroten. En dat is denk ik een mooie kans voor Suriname ook in de toekomst. Ja, en als je kijkt naar dus de toeristen die we aantrekken, maar ook onze lokale gemeenschap. Wat voor boodschap zou je meegeven in verband met de toerismemaand, maar ook over dus de ontwikkeling die we beogen? Nou, als het gaat om de toerismemaand zou ik zeggen, ga naar de activiteiten. Bezoek de activiteiten. Er zijn landelijk een aantal activiteiten. Er is een website ook en een Facebookpagina van het ministerie die je kunt bezoeken. Het is het begin, zeg maar, het begin van iets groots. De bedoeling is dat elk district een aantal activiteiten organiseert. Dus dat de mensen niet vanuit het district naar Paramaribo hoeven te komen. Of mensen van Paramaribo gaan naar het district toe en dan omgekeerd ook. Dus ik zou zeggen, bezoek de activiteiten. En laten we dus daarnaast toe werken dat we elke week binnen die toerismemaand in een ander district grote activiteiten hebben, zodat ook de lokale economie daar gestimuleerd wordt. Ja, dat is de bedoeling, dat mensen in die districten ook iets afverdienen van bezoekers, als het nou lokale bezoekers zijn of internationale bezoekers. Kijkers, dat was het gesprek met meneer Errol Gesius. Hij is de voorzitter van de United Tour Guides of Suriname. De boodschap is heel duidelijk. We kunnen allemaal meehelpen om de toerisme sector te helpen ontwikkelen, zodat de Surinaamse economie daaraan voordeel heeft. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Dan zijn we terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met.